Hallo, hallo, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik ben weer terug met gewoon een normale weekvlog. En daar heb ik heel veel zin in. Jullie hebben natuurlijk in de vorige video mijn vakantievlog gezien. Mocht je die nog niet gezien hebben, ga die zeker even kijken. We hebben echt een heerlijke week gehad. We zijn lekker naar Griekenland geweest. En ja, je ziet het ook wel in de video, maar het was gewoon zo fijn. We zijn geweest naar het Syntopia Hotel op Kreta. En het was echt gewoon in alle opzichten een fantastisch hotel. Het was echt optimaal ontspannen. Het was ook een adults only. En er stond de hele dag super chille muziek aan bij het zwembad. En nou, de zwembaden sowieso waren echt fantastisch. Het hotel zag er super mooi uit. Heel luxe, heel schoon. Wij hadden echt een fantastische kamer. We hadden een suite. Nou, het was echt fantastisch. Ik moet zeggen dat ik wel ook wel weer een beetje heimwee heb. Ik wil het liefst gewoon weer terug. Moet even een beetje inkomen dat ik nu weer gewoon even mijn leven moet gaan opstarten. Dat is een leuke uitdaging. Dat gaan we deze week lekker doen. Ik ga lekker weer proberen om weer lekker mijn eigen dingetjes in mijn leven toe te passen. En lekker mijn routines weer op te pakken. Dus ja. Ik ga nu zometeen even lekker boodschappen doen, want de hele koelkast is leeg. Ik moet vandaag wat voorbereidingen doen, want ik ga een week les geven op Musical Camp. Het Musical Camp waar ik vroeger zelf altijd als leerling naartoe ging. En nu ga ik er zelf een week les geven als spel- en liedinterpretatiedocent. Dus dat vind ik super spannend, maar ook super leuk. En ik moet daar nog lessen voor gaan voorbereiden deze 2 weken. Dus dat ga ik ook doen vandaag. Dus ja, oké, ik ga nu lekker boodschapjes doen. Nou, het is het weer is weer lekker omgeslagen. Het was net echt super mooi weer. Nu regent het weer, dus dat is super. Maar gelukkig was het nog oké weer toen ik buiten was. Ik heb even een leuke storytime. Ik was dus net in de kringloop. Ik liep er langs en ik dacht, oh, ik ga gewoon even kijken. En toen was ik even bij de boeken aan het kijken. Toen was ik gewoon zo aan het rondneuzen. En ik stond daar en toen kwam er een vrouw van de kringloop naar me toe. En die zei, dit boek is denk ik helemaal wat voor jou. Is helemaal populair op TikTok. En toen kwam ze dus met dit boek aan. Van Colleen Hoover. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik echt oprecht op zoek was naar die boeken in de kringloop. Omdat, ja, ik vind die boeken gewoon heel leuk om te lezen. Als een van de weinigen. Dus ik moest zo lachen. Ik zo, oké, dus ik zie eruit alsof ik een TikTok meisje ben. Zij zei, ja, maar dat is heel positief. Dus toen moest ik zo lachen. Want ik dacht ook, ja, die vrouw heeft ook gewoon helemaal gelijk. Ik ben het ook. Het erge is dat ik er ook nog echt naar op zoek was ook. Dus nu heb ik It Starts With Us, de Nederlandse editie, waar ik blij mee ben. Want ik vind Engels lezen vind ik wel leuk, maar ik vind het wel lastiger. Ik heb It Ends With Us wel al gelezen, in het Engels wel. En dit is het vervolg daarop, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus nou ja, deze heb ik even meegenomen voor €3,50. Dus dat is top, want deze boeken zijn nieuw gewoon echt wel duur. En zoveel lees ik nou ook weer niet, dus ik vind het altijd een beetje zonde om dan €20 voor een boek uit te geven. Ik ga nu even mijn laptop erbij pakken. Ik ben eigenlijk heel blij dat het nu regent, want ik moet echt even wat dingen op de laptop doen. En dat vind ik heel moeilijk als de zon schijnt, want dan wil ik gewoon naar buiten. Als het goed is, wordt het vanmiddag wel weer mooi weer. Gaat het zonnetje ook weer schijnen, dus dan ga ik denk ik even lekker naar buiten. Dus nu ga ik even nuttige dingen doen. Goedemorgen, het is weer ontzettend deprimerend weer buiten. Daar word ik niet blij van, maar goed. We gaan er alsnog een leuke dag van maken. Vandaag lekker naar mijn beste vriendinnetje, naar Judith. Dus dat is heel erg leuk. Dan is vanochtend vertrokken naar Londen voor 2 nachtjes, dus ik ben lekker 2 nachten alleen. Ach, doe niet zo. Ik ben er op de vlog. Ja, wow, lang geleden. 10 years! Wij zijn druk bezig met ons geheime project. Nee, als deze vlog online komt, dan staat dit ook al online. Ja, wat gaan we doen, Jut? We gaan het nu gewoon de wereld ingooien, want dan kunnen we er gewoon niet meer onderuit. Nou,
Wij gaan een podcast maken. En dat willen we al heel lang. Kijk, nou, we willen eigenlijk al heel lang iets samen ondernemen. Ja. Dus of het is, nou, ik wil geen zeggen een boek, maar het is iets creatiefs wat we samen willen ondernemen. En het heeft te maken ook met social media, omdat we het allebei doen en allebei heel leuk vinden. En weet ik veel, we zaten altijd al samen te vloggen en video's te maken. Dus op een gegeven moment kwamen we op het idee om een podcast samen te gaan beginnen. En dat was een jaar geleden, denk ik ongeveer. Ja, echt heel erg. En nu, eindelijk, zijn onze producties zijn klaar. Mama Mia en Mies zijn klaar. En nu hebben we eindelijk het idee om het ook door te zetten. Ja. En we hebben heel lang getwijfeld over de naam en de logo. En dat maar dat gaan, dat gaan we nog even niet zeggen. Nee, maar wat eigenlijk het concept is van de podcast, wat ik heel leuk vind, is als je bijvoorbeeld eventjes gaat wandelen of iets gaat doen. Heb ik, niet altijd, ik vind het heel leuk om te bellen, maar ik heb niet altijd de zin om te bellen om de hele tijd te praten bijvoorbeeld. Het idee is een beetje alsof je met een vriendin aan de bellen bent als je onze podcast luistert. Horen. Dus het gevoel alsof we gewoon met z'n allen samen zijn. Alsof je iemand hebt waarin je kunt herkennen, waar je van kunt leren. Lekker naar verhalen te luisteren. Gewoon heel low-key eigenlijk. We zijn nu dus bezig met het logo. En gewoon een beetje erover brainstormen. Maar we moeten ook, we gaan morgen proberen om het zeg maar op te nemen. Om het op te nemen. Met de eerste aflevering. Het wordt nog wel een beetje spannend, want we moeten wel nog even kijken of alles gaat werken met onze apparatuur. Oh ja, en ik heb echt nog maar 2 slokjes genomen, maar Judith heeft... Ja. Thaise thee gemaakt. Wat zit erin? Een beetje melk, gecondenseerde melk en Thaise thee. En het is echt ik denk heel dat je lekker. Het ook wel bij de Aziatische supermarkt kan kopen. Het is echt gewoon losse thee die je kookt in een pannetje. Ik kan niet omschrijven hoeveel geluk ik heb met deze meid als vriendin. Omdat... Nu klinkt het net alsof je mijn vriendinnetje bent. Ben je ook wel een beetje. Vandaag. Ja. Invaller voor Brecht. Ja, dan... Zij is aan het koken. En jongens, ik ga straks het eindresultaat filmen. Deze meid kan koken. Wat kan ze koken? Wat is het voor een meme over gelukkig kan ze dansen of zo? Weet je wel? Kijk, dit. Je denkt nu, waar kijk ik naar? Dit worden gewoon vegaburgers. Dat geloof je toch niet? Ik geloof het wel hoor. Kijk eens wat lekker. Je moet plassen. Moet je dat zelf doen, hè? Normaal maak ik ook de mayonaise zelf. Maar die hebben we nu even niet. Want ik heb vandaag al genoeg gedaan. Precies. Zo lekker. Goedemiddag is het nu. Het is vandaag woensdag. Ik ben vanochtend naar de psycholoog geweest. En zometeen ga ik weer naar Judith toe. We waren eigenlijk van plan om vandaag al de podcast op te nemen. Maar er gaat toch iets mis in de apparatuur die we hebben. Want ik heb mijn kastje niet bij me. Waar je de microfoon in plugt. En het is gewoon allemaal een beetje dom. Maar we willen nu iets bestellen. Waardoor we 2 microfoons in onze mixer kunnen gebruiken. Het is allemaal heel ingewikkeld. Zeg maar, dit is het vervelende deel van als je zoiets wil starten. Want je hebt gewoon best wel veel toch dingen nodig. En we hebben wel het geluk dat we wel zelf al microfoons hebben. Maar zeg maar met alleen de microfoons ben je er nog niet. Want het is ook best ingewikkeld om zo dat je samen dus gaat praten. Dus dat is allemaal een beetje uitvogelen. Dus nou ja, opnemen zit er vandaag gewoon nog even niet in. Maar goed, weet je, dat geeft niet. Dus we gaan waarschijnlijk vandaag gewoon even wat dingen uitschrijven. Van wat we allemaal in de afleveringen willen. Weet je, het is ook gewoon gezellig dat we gewoon nu een keer 2 dagen samen zijn. Dus ik ga alsnog gewoon zometeen lekker naar YouTube. En dan gaan we gewoon weer een leuke dag hebben samen. Dus dat is gewoon hartstikke fijn. Vanavond slaap ik weer lekker hier in mijn eigen huis. En Daan is in Londen. Dus die komt morgenavond terug. Maar ik moet morgenavond ook werken. Dus die zie ik pas als ik morgen thuis kom van werk. Dat is een beetje de planning. Het is wel echt super lekker weer vandaag. Dat is echt heel fijn. Maar ik ga zo meteen met de trein naar Judith. Want ja, ik woon dus in Zuid en Judith woont dicht bij Sloterdijk. Dus dat is gewoon best wel ver. Ik heb niet heel erg zin om zeg maar weer een half uur te fietsen. Dus ik ga nu zo meteen naar Amstel fietsen. En dan ga ik vanaf daar met de trein naar Sloterdijk en naar Judith toe. Meter 35 minuten. Meid, ga je het wel overleven? Is het hier voor je vlog? Ja. Ik had even geen zin om... Heb je de camera niet mee? Jawel, die heb ik wel mee, maar ik had gewoon even geen zin om te pakken. Ja.
35 minuten fietsen. Ja, dat is wel even balen. Maar je kan maar een fatbike, hè? Nee! Een elektrische fiets. Ja, precies. Judith gaat nu lekker 3 kwartier fietsen. Ja, ik ga lekker met het OV naar huis. Maar ik zie al hoe je hoe kan fietsen. Dat is ook helemaal apart. Amazing. Holy shit. Ik ben gewoon aan het zweten van het avondeten. Dat is toch gewoon goor? Oh my god. Ik heb dus mijn instellingen veranderd op mijn iPhone. Dus ik hoop dat mijn videobeelden nu beter eruit zien. Maar ik weet het nog even niet. Het beweegt heel raar. Het is wel het idee dat deze nu echt beter is. Dat zou heel chill zijn. Want ik film best wel veel beelden met mijn iPhone. Omdat het gewoon makkelijker is. Ik heb gewoon vaker mijn iPhone gewoon bij me. Dan dat ik mijn camera helemaal mee ga lopen sjouwen. En ik ben gewoon best wel fan om met mijn iPhone te vloggen. Dus ik hoop dat deze instellingen beter zijn eigenlijk. Leuk ook dat ik er nu achter kom dat ik de hele tijd aan het vloggen was. Met eten tussen mijn tanden. Sad story time. Daan is natuurlijk nu in Londen. Maar hij komt helaas vanavond alweer terug. Hij was namelijk niet zo lekker geworden. En ja, waarschijnlijk iets verkeerds gegeten. En hij voelde zich daardoor echt totaal niet chill daar. Dus hij komt nu vanavond al terug in plaats van morgenavond. Dus ik ga zo meteen naar zijn huis fietsen. Want ja, hij voelt zich gewoon niet goed. Dus ik wil er gewoon vanavond voor hem zijn. Dus slaap ik toch weer bij hem. Maar goed, dat geeft niet. Ik wil gewoon heel graag voor hem zorgen. Dus ik ga nu zo meteen lekker naar zijn huis fietsen. Oké, ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Maar ik ben dus met mama in de Loods 5 in Zaandam. Ik ben gewoon lekker meubels aan het kijken. Ik vind dat zo leuk om te doen. Zeg maar, ik ga totaal niet verhuizen of iets. Of ja, ik kan eigenlijk echt letterlijk geen nieuwe meubels kopen. Maar het is zo leuk om ernaar te kijken. En om gewoon te kijken wat je leuk vindt. En gewoon een beetje fantaseren over wat je ooit later zelf in je huis wil. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Dus dat ben ik aan het doen. Borrelplank gemaakt, schatje. Ja. Lekker. Heel lekker. Ah! Oh nee, wat doe je nou? Goedemiddag. Het is vandaag maandag. Dus we zitten alweer in een nieuwe week. Maar ik vlog gewoon nog eventjes door. Want volgende week ga ik lesgeven op een musicalkamp. En dan ga ik niet vloggen. Dus ik vlog eventjes deze week ietsje langer door. Liep langs mijn vrouw. Ik vind dat dan toch heel ongemakkelijk om dan door te praten. Maar goed, ik ben nu onderweg naar het Vondelpark. Want ik ga daar met 2 vriendinnen even lekker zitten. Want het wordt vandaag 30 graden. Ik was eigenlijk van plan om nog even voorbereidingen te doen voor musical camp waar ik les ga geven. Maar ja, dat kan ik even niet aan nu. Want dan zit ik binnen en het is nu eindelijk even lekker mooi weer. Dus dat doe ik eventjes morgen of overmorgen. Komt ook wel goed. Ik heb het meestal gedaan. Dus ik moet gewoon de laatste dingen nog even fixen. Maar goed, wij gaan dus lekker naar het Vondelpark. Lekker chillen. En daar heb ik heel veel zin in. Goedemorgen, ik ga vandaag lekker naar de kapper, wat echt heel erg nodig is, dus helemaal zin in.
zo. Het is echt bizar warm in deze auto. Dus ik ga het even snel laten zien, mijn haar. Maar er is weer lekker een stukje vanaf. Ik heb lekker mijn pony weer wat korter. En de kleur is ook wel anders. Ik vind hem echt bizar mooi. Dit is echt de kleur die ik wilde. Gewoon weer meer richting mijn eigen kleur. Als in dat zit gewoon weer meer door mijn haar. Maar wel ook blond er doorheen. Ja. Ik vind het echt super mooi en heel natuurlijk. En ja, ik ben er echt zo blij mee. Dit is echt wat ik wilde. Echt helemaal blij mee. Oké, en ik ga nu even naar mijn opa en oma rijden. Ik heb geen idee of ze thuis zijn, want het is super mooi weer. Dus wie weet zijn ze wel lekker op pad. Maar ik ga gewoon even kijken of ze er zijn. En dan eventjes op de thee. En dan ja, ook nog even proberen langs mijn andere opa en oma. En dan heb ik mijn familiedagje ook weer even gehad. Dus dat is fijn. Och, ik ben echt zo blij met haar. Ik wil er net aan zitten. Och, jongens, ik kan niet wachten. Ik ben terug in mijn dorp. En ik ga nu lekker een ijsje halen bij de allerbeste ijssalon ever. En die zit hier. In Wormerveer. Hi, hier is Pamela vanuit de toekomst. Ik ben inmiddels weer een stuk bruiner geworden. Maar goed, deze vlog is heel raar geëindigd. Ik heb het idee dat ik wat beelden ben kwijtgeraakt. Want ik heb volgens mij wel verder gevlogd. Maar de vlog stopt bij deze. Dus ik wilde heel even een afsluitingje maken. Heel erg bedankt voor het kijken weer naar de weekvlog. Of tenminste, het waren eigenlijk 2 weken in 1. Beetje random allemaal. Maar hopelijk vonden jullie het alsnog leuk om te zien. En ik ben inmiddels ook alweer bezig met een nieuwe weekvlog filmen. Dus die komt ook snel online. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!